Deze video gaat in op het Leerplan Rooms-Katholieke Godsdienst voor het Buitengewoon Secundair Onderwijs. Het leerplan werd in digitale en gedrukte versie gepubliceerd en voorgesteld op 11 januari 2022. Dit leerplan gaat in vanaf 1 september 2022. Het Buitengewoon Onderwijs bestaat uit vier opleidingsvormen: OV-1, OV-2. OV3 en OV4. Het leerplan OV1 werd reeds in 2015 bijgewerkt en wordt nu ook expliciet mee opgenomen in de gedrukte publicatie. Het leerplan OV4 sluit aan bij het leerplan voor het secundair onderwijs. Het leerplan secundair onderwijs werd in 2019 geactualiseerd. De focus van deze video. Is de actualisatie van het leerplan voor OV2 en OV3. OV2 en OV3 zijn samen gebundeld in één leerplan. Deze bundeling gebeurt omdat het onderscheid tussen beide opleidingsvormen in de praktijk niet altijd strikt duidelijk is. Bovendien is de diversiteit binnen deze opleidingsvormen ook erg groot. De actualisatie OV2 en OV3 van dit leerplan laat dan ook een vrijheid aan de leraar en vakgroep om in overleg met school en directie de beginsituatie van leerlingen en klassen te bepalen. Het leerplan buitengewoon onderwijs is eenvoudig online terug te vinden. Surf eerst naar Thomas via www.godzinsonderwijs.be. Op elke pagina vind je de link. Leerplan Buzo. Maar ook langs de overzichtspagina van het buitengewoon onderwijs kan je de weg naar het leerplan terugvinden. Op de leerplanpagina kun je kiezen voor OV1 of OV2 en OV3. We focussen op de actualisatie van OV2 en OV3. Bovenaan. Vind je alle elementen die aan deze actualisatie verbonden zijn? Op deze pagina zie je al meteen alle alfabetisch geordende terreinen. Het staat de vakgroep vrij om de terreinen zelf te verdelen over de verschillende jaren en fases van de opleiding. Er wordt een suggestie van opdeling voorzien. Achter de knop voorwoord en inleiding. Kan je lezen dat het leerplan gebaseerd is op enerzijds de visietekst 1996 van de Vlaamse bischoppen en anderzijds de recente verklaring van 2017? In de inleiding wordt dieper ingegaan op het waarom van deze actualisatie en hoe het leerplan voor OV2 en OV3 is opgebouwd. We lichten dit verder toe. Aan de hand van het schema achter de knop Opbouw. Centraal staat de levensbeschouwelijke groei van elke leerling in de klas. We vertrekken vanuit zes pedagogisch-didactische grondopties en basisdoelen die we kennen vanuit het geactualiseerd leerplan secundair onderwijs. De spanningsbogen zijn nieuw. Het zijn de basiselementen van de levensbeschouwelijke en religieuze groei. We onderscheiden vijf spanningsbogen. Deze komen in het leven van elke mens terug in een soort voortdurende beweging tussen twee uitersten. Om de gebruikte spanningsbogen te leren kennen en meer achtergrond te verwerven, kun je doorklikken op het schema. De gids draagt bij. Aan de levensbeschouwelijke vorming. Het is de achterliggende mindset van het leerplan. De gids bestaat uit vragen, antwoorden en geeft raad aan de leraar. Het belicht de verhoopte inzichten voor de leerling en geeft Bijbelse verwijzingen. Daarnaast brengen we ook de interlevensbeschouwelijke competenties onder de aandacht. Het leerplan telt 15 terreinen. Terreinen zijn geen thema's. Het zijn levensgebieden die helpen om de werkelijkheid en het leven vanuit een christelijke en levensbeschouwelijke hoek te bekijken. Elk terrein is opgebouwd aan de hand van ontwikkelingsdoelen, zoals alle andere opleidingsonderdelen van het buitengewoon secundair onderwijs. Op de concretisering van ontwikkelingsdoelen. Komen we verder in deze video terug? Het leerplan voorziet per terrein 12 tot 15 ingrediënten. Deze ingrediënten zijn inhoudelijke suggesties. Ze verwijzen naar één of meerdere perspectieven, eigen aan ons vak. We kijken namelijk naar elk onderwerp vanuit de bril van de pluraliteit, de christelijke stem en de identiteit van de leerlingen in de klas. Idealitair. Beoogt het vak het samenspel tussen deze drie perspectieven? De impulsen staan buiten het kader omdat ze strikt genomen niet tot een leerplan behoren. We keren terug naar het overzicht met de terreinen. Laten we even een terrein concreet verkennen. We nemen als voorbeeld het terrein vreugde en verdriet. Elk terrein. Kent eenzelfde opbouw met een inleiding. Ontwikkelingsdoelen en concretiseringen en ingrediënten. De inleiding is een korte samenvatting van de specifieke insteek die de terrein beoogt. Een terrein werkt met ontwikkelingsdoelen, uiteengelegd in concretiseringen. Ze kunnen gezien worden als een stapsgewijze opbouw voor de leraar. Het laat toe om de leerlingen het ontwikkelingsdoel zo dicht mogelijk te benaderen en/of te realiseren. De drie puntjes geven aan dat de leraar telkens de vrijheid heeft om zelf bijkomende stappen toe te voegen, afhankelijk van de doelgroep of lesinhoud. Het werkwoord uitdrukken komt in elk terrein terug, zowel bij de ontwikkelingsdoelen. Als de concretiseringen. Het legt de nadruk op de eigen positie van de leerling en kan breed vorm krijgen in woord, beeld of muziek. Op het niveau van ontwikkelingsdoelen wordt soms icoontje ILC opgenomen. Dit icoontje signaleert de leraar dat hier uitdrukkelijk kansen liggen om vanuit het leerplan ook te werken. Aan de interlevensbeschouwelijke competenties. De ingrediënten zijn inhoudelijke suggesties. Ze zijn individueel genummerd. Het leerplan bestaat in totaal uit 202 ingrediënten. Naast elk ingrediënt vind je één of meerdere icoontjes, die telkens verwijzen naar de drie basisdoelen. Op die manier Vormen ze een bril om het ingrediënt vanuit een bepaald perspectief te benaderen? Elk ingrediënt zal uiteindelijk aanklikbaar zijn. Er verschijnt dan een impulsenpagina. We nemen als voorbeeld vreugde en verdriet als onderdeel van het leven. De impulsenpagina is het laagste niveau binnen het leerplan. De opbouw is voor elke impulsenpagina dezelfde. Het ingrediënt wordt voorafgegaan door het nummer. Elk ingrediënt heeft een korte toelichting met daaronder de gekoppelde lesprojecten en/of lesimpulsen. Als leraar kan je zelf ook impulsen of lesprojecten suggereren. Dat doe je door ze in te sturen via de knop Upload Materiaal. Je collega's kunnen er dan dankbaar gebruik van maken. We hopen dat je aan de hand van deze video nu een concreet beeld hebt van het leerplan buitengewoon secundair onderwijs. We wensen iedereen veel inspiratie en vreugde om ermee aan de slag te gaan.